Voor de Venkmetic Groep is de transitie naar meer datagedreven producten natuurlijk een flinke verandering geweest. Het gaat niet zonder slag en stoot, maar een aantal tips die ons geholpen hebben om die stap te kunnen maken zijn onder andere de bereidheid om min of meer in het diepe te willen springen en gewoon de uitdaging aan te gaan is voor ons een heel belangrijke stap geweest. Daarnaast is het ook belangrijk om daad bij het woord te voegen. Voor ons is het heel belangrijk geweest dat we ook geïnvesteerd hebben in mensen die thuis zijn in IT-technologie. Dus niet alleen OT, dus operating technology, maar ook echt de IT-kant van het verhaal is gewoon echt heel belangrijk. Dus probeer niet in de OT op te lossen. Ga echt met IT-mensen aan de gang, die heb je echt nodig om die stap te kunnen zetten. Verder hebben we het ook niet alleen gedaan. We hebben samenwerking gezocht met bedrijven om ons heen die ons konden helpen die competentie te ontwikkelen met als doel om uiteindelijk zelfstandig verder te kunnen gaan. Wat ook belangrijk is dat we heel erg goed nagedacht hebben over waar we onze R&D-capaciteit voor in willen zetten. Dus we hebben echt gefocust op de dingen waarin wij ons als Venkmetic Groep kunnen differentiëren en zeker hebben geprobeerd te voorkomen om het wiel opnieuw uit te vinden. Dus gebruik maken van de technologieën die er zijn, toepassen wat er is en te zoeken naar echte nieuwe toegevoegde waarden. Maar vertrouwen in het team, wat hiermee aan de gang gaat, is ook gewoon ontzettend belangrijk. Vertrouwen in de mensen die ermee aan de gang zet. Vertrouwen in het resultaat waar ze uiteindelijk mee terugkomen. Maar een van de belangrijkste dingen is denk ik wel om de klanten zo snel mogelijk mee te nemen in deze ontwikkelingen. Probeer echt te begrijpen waar zij mee stoeien, wat hun problemen zijn en hoe die data die jij verzamelt en kunt beschikbaar stellen hun kan helpen om hun problemen op te lossen.